van visie tot verworvenheden. Dat is de titel van het boekwerk dat op dinsdag 24 februari aan de vooravond van 40 jaar Dag der Bevrijding en Vernieuwing door vicepresident Michael Ashwin Adin aan president Desiree Boutersen is overhandigd. In het boek zijn meer dan 500 projecten opgenomen die in het regeertermijn Boutersen Adin 2015 tot heden zijn uitgevoerd. Ook de verworvenheden 2010-2015 worden vastgelegd. Als er nog twijfels waren, zullen die twijfels vandaag helemaal weggehaald worden, excellentie. De leider van de revolutie heeft een legacy achtergelaten. En ik ga dan nog verder. Maar het is onze taak om dit in beeld te brengen. Als er twijfels nog waren, is dit het boekwerk van onze prestaties van 2015 tot en met 2020. Van visie naar verworvenheden, maar het is niet gestopt. Het stopt niet hier, president. Wij zijn nu bezig, dit is in alle geheim gedaan, 1 jaar lang dit project om alles voor u neer te zetten. We zijn nu bezig met 2010, 2015. Maar nog iets. Het kan niet anders dan op de vooravond van 40 jaar Revo dat wij toezeggen aan de leider van de revolutie, aan onze voorzitter, dat wij nog 1 ding moeten doen. Wij moeten de hele revolutie vanaf 75 al, 80 en verder, neerpennen. En het project is al gestart. Wij gaan het neerzetten in een encyclopedie. Een boekwerkerteam is ready, president. U bent er altijd voor ons geweest, maar wij zijn er ook voor u. Dank u wel. Dank u wel. Nog je takkie, de slipte met de taxa, de wani heeft trafassie, de foedraai, ey, Pedro doet dat die man non play de democrat, dat we look so somati, de legi mi press en de waf mi brief dat die, we nog voor smaak en tak op oud, sandy de no sapi. Ani wie ego, we shit ake go.